Bij alles wat we doen, willen we het graag thuis bezorgd krijgen. Waarom zou dat in de gezondheidszorg dan in één keer anders zijn? Je bent veel meer onafhankelijk, hè? Je hoeft niet meer ergens naartoe en in de rij te staan. Je gaat naar de apotheek, je gaat naar de huisarts, je gaat naar het ziekenhuis. En wij hebben de overtuiging dat we met onze netwerken de zorg kunnen gaan brengen. Is de Nederlander klaar voor zorg en huis? Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Nou, ja, dat is een moeilijke vraag. Dat zou makkelijk zijn, ja. Hoef ik niet meer naar de apotheek. De medicijnen thuis bezorgd. Nee, je moet bewegen, dus ik beweeg ook. Nee, ik kom zalen tot nog toe, maar ik weet wel dat de mogelijkheid bestaat. De gezondheidszorg is georganiseerd rondom de professional. Als patiënt ga je naar de dokter of naar de verpleegkundige of naar de andere behandelaar. En daarna ga je weer terug. Dus je moet vrij nemen om met je auto CO2 te verbranden, naar het ziekenhuisparkeerplek vinden. 2 minuten voor 10 sta je voor de balie hijgen en dan zeggen ze, het loopt even uit, wacht u even. In het ziekenhuis is natuurlijk wel meer bevoegdheid, maar als het thuis kan, heel graag thuis. De zorginstellingen vind ik altijd wat steriel. In huis kan ik heel erg mezelf zijn. De ontwikkelingen die je op dit moment vooral ziet, is dat technologie steeds meer een grotere rol gaat spelen. We kunnen nu in één keer dingen die we 2 jaar geleden nog niet eens bedacht hadden. Het tweede wat we zien is dat we moeten gaan kijken naar een meer duurzaam model. Zowel duurzaam in termen van betaalbaarheid, maar ook de toegankelijkheid. Maar ook om de mensen die in de zorg werken op een goede manier hun werk te kunnen laten blijven doen. Het voorbeeld wat ik vaak aanhaal bij collega's is, als je nou vanochtend 8 patiënten in je poli hebt gehad, stel je voor dat je er 16 hebt en 3 collega's met. Dan zeg je, maar dat kan niet. Dat is 2025. De beweging nu om dingen dus buiten de instellingen zoals we die nu kennen gaan doen, ja, dat is een trend die niet meer te stoppen is. En daarvoor heb je natuurlijk wel gewoon partijen nodig die dat snappen, die er ook hun core business van gemaakt hebben. En dat is natuurlijk ook waar een partij als PostNL nadrukkelijk om de hoek komt kijken, om juist als partner dat stuk voor hun rekening te gaan nemen. En ik denk dat dat een uitermate belangrijke stap is. Als je kijkt naar hoe de zorg nu traditioneel soms is ingericht, dan zie je dat veel projecten nog via diverse schakels gaan. Ja, daar zit een mogelijkheid van het logistiek perspectief om dat slimmer te organiseren. De regie kan bij de huidige stakeholders blijven, maar al die goederen die specifieke plekken passeren, ja, daar is winst te halen voor de keten. Dit is een apotheek. Omdat we dus online werken, hebben we wat meer ruimte voor de distributie. Hier wordt bepaald wat er geleverd gaat worden. En dan wordt het eigenlijk elektronisch verstuurd naar een sorteerrobot. Als de machine klaar is met sorteren, dan wordt er een scan gedaan. En vervolgens worden de artikelen eruit gehaald. In principe leveren we chronische patiënten. Dus we hebben niet hele grote haast met de leveringen. Maar er zijn natuurlijk wel eens gevallen waarbij het dezelfde dag moet. Dat kunnen koelkastzendingen zijn, maar dat kunnen ook antibiotica zijn voor iemand die acuut ziek is geworden. En dan is een same-day delivery natuurlijk ideaal. We hadden eigenlijk de verwachting dat we wat sneller zouden groeien. En we hebben denk ik heel veel patiënten die willen. Die zeggen van, god, dat vind ik wel prettig om te doen. En die uiteindelijk bij de huisarts 0 op de request krijgen. Het recept wordt vervolgens niet doorgestuurd. En dan, ja, dan houdt het eigenlijk op. Je bent onbekend. En ja, het spreekwoord onbekend maakt onbemind is van toepassing. Ik denk dat de bottlenecks in het proces op dit moment niets te maken hebben met geld. Ik denk dat wat dat er gaat geld genoeg is. Ik geloof ook niet dat het te maken heeft met wet en regelgeving. Het heeft met ons te maken. Het zit in ons, een stukje cultuur. Dat we niet accepteren dat iemand anders iets beter kan of op een andere manier geregeld kan worden. De patiënt heeft de vrije apotheekkeuze. Als het de patiënt is die die beslissing heeft genomen, denk ik dat je dat als huisarts moet respecteren. Ik gebruik een maagzuurremmer en een medicijn voor mijn hoge bloeddruk en ik gebruik ijzertabletten. Vroeger vergat ik wel eens mijn medicijn op tijd te bestellen. Dus dan realiseer je op het moment dat ze op zijn, dat ze op zijn. Ja, voordat je dan en het receptje hebt gekregen van de huisarts en bij die apotheek ben geweest en daar hebt gewacht tot ze het hebben. Ja, dan zit je een aantal dagen zonder medicijnen. En voor mijn bloeddrukmedicijn is dat echt heel onprettig. Die moet je gewoon echt wel heel strak nemen iedere dag. Ik krijg ruim op tijd een berichtje van e-pharma dat zij denken dat mijn medicijnen bijna op zijn.
En als dat niet zo is, dan kan ik daarop reageren. Dan gaan zij het vervolgens in gang zetten met de huisarts. Dan krijg ik een berichtje wanneer het bezorgd gaat worden en dan krijg ik het gewoon bezorgd. Als je kijkt naar wat wij in andere sectoren hebben geleerd, dan zien we dat in de e-commerce branche we de consument controle hebben gegeven over het ontvangstmoment. En dat zouden we met slimme logistiek in de zorg ook kunnen doen. De behoefte van patiënten is dat ze eigenlijk steeds meer in regie komen over hun eigen zorgproces. De bezorging kan op het moment dat ik wil. Dus ik heb aangegeven, ik wil dat graag 's avonds. En dat regelt PostNL ook, dus die komen 's avonds. Ik kon ook aangeven of ik het bij de buren afgeleverd wilde hebben of niet. En zelfs bij welke buren. Ja, dat is gewoon ontzettend prettig als het over je medicijnen gaat. Wij doen heel veel samen met onze opdrachtgevers, die eigenlijk de zorg organiseren. Maar daarin kijken we ook heel concreet naar de patient journeys van patiënten. Hoe ziet dat eruit? Hoe zouden we dat anders kunnen organiseren? En om daar een voorbeeld van te geven, zijn we op dit moment bezig om te kijken of we een medisch brievenbuspakje kunnen gaan organiseren. Daar zijn we nu met verpakkingspartijen over in gesprek, om ervoor te zorgen dat de verpakking moeilijk te openen is voor kinderen en makkelijk te openen is voor ouderen. Nou, dat is wel echt een specifieke behoefte die we hebben gesignaleerd en waar we met die groep nu ook bezig zijn om te kijken van werkt deze verpakking voor jullie of niet. De zorg is echt in transitie. We zien dat er steeds meer zorg op afstand kan worden georganiseerd en die vraagstukken zien we ook steeds verder op ons afkomen. We zijn ongeveer 2 jaar geleden begonnen met een trendanalyse en gekeken van wat is de behoefte onze klanten. En je ziet dat klanten van Zilveren Kruis, die maken al best veel gebruik van online. Ze krijgen best wel veel dienstverlening thuis geleverd of vanuit huis. Dit is nou een van de eerste voorbeelden waarbij je ziet dat het nou naar buiten komt. Op allerlei plekken in Nederland gebeurt dit al of zijn ze dan mee bezig. En nu maken ze keihard en ook publiek een afspraak, wij gaan dit op deze manier doen. Mensen die het 1 keer gedaan hebben, zijn daar heel tevreden over. Omdat het ze zoveel rust geeft. Kijk, je moet je voorstellen, een COPD-patiënt. Als hij naar het ziekenhuis toe gaat, moet hij herstellen. Als je dat vanuit huis kan doen, heb je die herstelperiode helemaal niet nodig. Je kunt je eigen leven veel meer leiden. En dat geeft heel veel voordelen. Wat we zien is, als je de zorg echt naar huis wil brengen, dan vraagt dat logistiek iets. Dus je hebt niet alleen partijen nodig die straks de zorg ook thuis kunnen leveren. Maar het vraagt ook eens van de huidige partijen om op een andere manier een zorg te gaan geven. We weten nog niet precies hoe we het allemaal moeten gaan doen. We zien best wel wat barrières. Maar dat willen we graag samen met partijen die er ook in geloven, concreet gaan maken en aan de slag. Ik heb de wetgever nooit kunnen betrappen op voorlopen op de markt. Mijn manier van werken zou altijd zijn, laten we nou gewoon beginnen en laten zien dat het kan. En als er dan onderdelen zijn die nog niet geregeld zijn in de wet en regelgeving, laten we dat dan oppakken. We overschatten altijd het tempo van de verandering, maar we onderschatten de impact. En ik denk dat dat ook voor dit soort zaken zorg aan huis leveren. Over 5 jaar na vandaag hebben we het daar niet meer over. Vinden we dat de normaalste zaak van de wereld? Ik ben echt van overtuigd. Het enige wat we kunnen doen, dat is goede reputatie opbouwen. Goede service aan de patiënten en hopen dat de patiënt dat ook doorvertelt aan haar of zijn arts. En ik denk dat dat wel langzaamaan lukt. Goedemiddag. Hi. Alsjeblieft. Fijne dag nog. Dank je wel. Ik geloof echt werkelijk dat we ontzettend veel zorg thuis kunnen gaan organiseren. En dat we dat op een hele slimme manier moeten gaan doen.